Yo mensen, Jarask hier, hebben wij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops live gameplay. We hebben dit spel al lange tijd niet meer geüpload. En ik dacht van, weet je, het is er wel weer een keer zijn tijd voor. Dus, mocht je meer Black Ops 1 willen zien? Ongeveer, laten we zeggen, één keer per week, één keer per twee weken, zoiets. Laat me dan sowieso weten, midden van een duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon knallen, man. We spelen Ground War Domination op de map crisis met de AK-47 natuurlijk in onze handen. En we gaan kijken of het goed gaat. Hier staat iemand met een commando. Hé, je bent dood, motherfucker! Oké, ik heb er zin in, man. Ik heb dit spel gemist, man. We hebben de Napalm Strike aanstaan. De Chopper Gunner aanstaan. En, nee, het is geen Chopper Gunner. What the fuck lul ik nou weer? Ik heb helemaal fucking Final Stand. Ik heb het gemist. Ik heb Final Stand gemist, man. Juist, die voor je. Oké, opnieuw. Ik heb de Napalm Strike aan staan. De, hoe heet dat ding? Wow, jij bent even een camper. De Blackbird, dat is het. Oftewel de Orbital V-set. En de Attack Dogs. Dus we gaan kijken natuurlijk of we dat ook alle drie kunnen halen. En als ik dat alle drie kan halen, dan is het super chill. En als ik het alle drie niet kan halen, dan is het kut. Wat? Hij zit in zijn plantje! Hij zit in zijn... Wauw! 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 Iemand heeft een Blackbird in mijn team, maar hij zat in zijn plantje, man! Doe normaal! Dat is echt een kut dead om te krijgen. Teammates, rot op! Teammates! Aan de kant, je hoeft die vlag niet te pakken, want we winnen toch wel. Oké, ik pak geen vlaggen, man. Ik pak nooit vlaggen als ik ga voor de kills. Maar... De kills die krijg ik nou nog niet echt heel erg snel binnen, dus het moet even wat sneller gaan. Moet even wat sneller die kills krijgen. Zit hij nog steeds in zijn plantje? Ja hoor. Oh, is hij nou dood? Oh, hij is al dood nu. Kill hem helemaal in zijn plantje en is hij net dood. Ik hoef die vlag niet te hebben, rot op. Iemand in mijn team heeft alweer doggies, man. Nee. Nee, zet nou niet allemaal kills, man. Dat is mijn kill, rot op. Dit is ook mijn kill, opzouten, opzouten. Dankjewel. Ik moet heel snel erop afrennen, want ik zit bij iemand in het team die is fucking goed. En anders jat hij al mijn kills, jongen. Allemaal gaat hij nakken. Dus we moeten heel snel erop af blijven rennen. Anders pakt hij dus al my kills af. Zoals je hier ook te zien gaat krijgen. Oké, Napalm Strike is binnen. Die kills zijn ook binnen. Zit er eentje erbovenop. Eentje erbovenop. Eentje erbovenop. Kut, ik moet nog reloaden. Fuck. Dat ding reloaden zo snel, man. Nee, in mijn rug. Ik heb wel nog een Blackbird. Shit, ze spannen in mijn rug, man. Teammate heeft ook nog eens een chopper kunnen. Dit is rot, man. Want dan gaat hij nu sowieso al mijn kills nakken. Ik ga mijn Blackbird ook niet inroepen, ook, want hij nakt toch al onze kills. Dus daar wacht ik nog even mee. Dankjewel voor die kill. Nog eentje hierbovenop. Gooi die granaat tegen die boom, want dan gaat hij... Oh, ja. Granaat in het spel, voor de mensen die het niet weten. Die gooien alsof je een fucking zware steen gooit of zo. Het slaat helemaal nergens op hoe je... Het lijkt net of als je een vet slap persoontje bent of zo. Zonder spieren die niks kan gooien. Het is echt rare shit, man. Hoe je granaat, et cetera, gooit in het spel. Maar goed. Dat is een oude Call of Duty, daar mag het in. En wow, ik word bijna genoegzoekt. Niet camp in mijn lobby. Dankjewel, teammate, voor het rennen van mijn leven. Oh, final stand, daar gaan we weer. Gooi een stun, want gaat hij dood. Hup, stunnetje erbij. En hij is dood. Oké, ik heb meteen weer een nieuwe Blackbird. Die kan ik helaas niet inroepen, omdat er al een in de lucht hangt. Maar we gaan beest, jongen. Mijn teammate gaat ook beest, dus ik ben niet de enige. Maar, holy shit. Rot op met je RGXD. Ah, oh, assist, godverdomme. Die RGXD moet even... Ja, die RGXD is weg. Oké, dan gaan we weer. Moet ik weer even wennen aan hoe al die wapens schieten, man, in dit spel. Serieus, elk wapen in Black Ops 1 heeft recoil. En zo dus ook de AK-47 die ik op dit moment gebruik. Het is ook dikke recoil. Stunnetje erbij. Jammer hè van die stun. Ja, die heb je even niet zien aankomen. Jammer hè van die stun. Jammer hè van die stun. Ik moet een wapen hebben, want ik ben out of ammo. Even die Blackbird inroepen. Oh, dat kan niet, want er zit er al in. Fuck, ik kan geen fucking wapens zien te vinden. Godverdomme, word ik genoopt. Van alles wat ook dood kan gaan, word ik gekild door een grenade launcher. Jongens, we zijn weer terug op een oude Call of Duty, hoor. Iedereen zit weer met een grenade launcher te kutten. Doggies, go. Ik heb ze gestunt voor je. Oh, ze zijn al dood. Never mind. Never mind. We staan 24 op 3. We gaan lekker hier, man. We gaan heerlijk hier, kan ik beter zeggen. Holy shit. Dankjewel. Zo, jongen. Hij zit hier boven. Hondje, pak hem. Hij zit hier in de hoek. Maar waar is die? Weet ik niet, ik heb nog wel een Blackbird. Waar zit deze gozer? Oh, hij zit hier boven dit dakje. Ja, ik zat dat te zoeken, man. Ik wist niet meer waar dat was, maar dat was dus boven op dat dakje. Dat was ik vergeten. Dat je daar op kon. Ik heb twee Napalm Strikes, dus ik roep er nu één in. Die komt over de map en dan kan ik zo meteen weer een nieuwe inroepen. Maar eerst even deze personen killen. En wie gaat de B-vlog nog maar pakken? Doe maar. Ah, assist weer. Ga nou weg met die assist, man. Ik heb nog een Napalm Strike. Die gooien we ook meteen op de map.
Ik krijg alleen maar assist hier, oh man. Dat is echt scheidkut gewoon. Ik wil geen assist krijgen, ik wil kills krijgen. Napalm zei ik doe iets. Napalm! Let's go! Losing Alpha. Losing Alpha, dat maakt niet uit. Oké, we moeten gewoon zo hard mogelijk erop afrennen. Want er zitten weer dogs namelijk in het game van mijn teammate alweer. Voor de tweede keer. Dus die hebt ook, die heeft sowieso dus ook nog een chopper gunner. Dus dit is kut, man. Godverdomme, waarom keek ze naar mij? 33 om 5, kom op. Ik moet ook nog een keer mijn doggies halen, man. Ik moet het halen, klaar, punt uit. De assist, natuurlijk. Die is ook al gekilled. God. Man, we zitten in een te goed team, man. Dat is wel mijn kill. Wauw! Wauw, van iedereen die er liep, ging ik weer degene die doodgaat, jongen. De hele tijd ben ik degene die doodgaat. Ik moet wat rustiger spelen, maar daar heb ik geen zin in. Tactical Surge dan maar, dan gaan we die gebruiken. Headshot. Oh, jongens! Nee, 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 nee! Oh, die granaten rollen altijd naar je toe, jongen. Die dingen zijn zo hard genaaid altijd. Dat is niet normaal. Ik ben dood, ik ben dood, ik ben dood. Gooi die granaat. Ik word gekild door een stun! Wauw, van alles wat ook dood kan gaan, ik dood. Wat gekild door een stun grenade? Oh, en er zitten weer doekjes in de map. We zitten serieus in een te goed team, jongen. Dat gebeurt niet vaak in Call of Duty, maar dit is een van de eerste keren dat het gebeurt. En je ziet hoe fucking irritant het is, jongen. Elke kill die je ook maar probeert te maken, wordt nu gekillsteeld. Omdat er allemaal doekjes, allemaal choppers, allemaal blackbirds. Iedereen is ook gewoon fucking goed in dit potje. Iedereen nakt je kills. Dus ik zeg altijd, het is chill als je in een goed team zit. Alleen het is dus niet chill als je in een te goed team zit, want dan gebeurt dit. Waarom kan ik daar niet doorheen schieten, man? Dan zit daar namelijk in de hoek te campen. Maar slaat het op, waarom kan ik hier niet doorheen schieten? Teammate, rot op, ik wil de kill. Oh, hij zat er bovenop. Ja, hij zat op een tafeltje. Ik schoot er beneden. En hij zat dus op een tafeltje, daarom kon ik hem niet killen. Ik heb nu een hele ammo verspild aan die vent die stil zat. Zo, jongen. We zitten echt serieus in één pro-team, jongen. Ik heb ook nog een Blackbird, maar die kan ik nog ineens inroepen. Moet je nagaan. Serieus, ik krijg twee hitmarks achter elkaar. Met een fucking sniper. Killsteal. Wat een kutding! Wat een kutding! Oh man, het potje is bijna afgelopen. Nou, ik roep me SR71 in, maar het potje zit erop, man. Ik ben de hele tijd degene die mijn dogs net niet heeft gehaald, jongen. En kijk dan, jongen. Oh, dit was één awesome potje. Maar ik zeg dus altijd, het is chill als je in een goed team zit. Maar een te goed team... Oh, nee, niet meer nog killen. Ga weg. Een te goed team, dat is dus ook kut. Want mijn teammate die ging 53 om 4. Hij kon zijn streaks wel halen, omdat hij niet kaart op afrennen. Die bleef even een beetje achter wachten, dus die kon heel erg makkelijk de kills pakken. En wij rennen de kaart in, we zijn dus ook wat vaker doodgegaan. Maar andere twee teammates, 32 om 6 en 30 om 9, zijn er ook kaart op afgerend. En je ziet het, iedereen kills hield door elkaar, iedereen riep zijn scorestreaks in, waardoor de andere scorestreaks niet meer kon inroepen. En het was één grote klote bende, ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar het was wel een awesome potje. En daar gaat het natuurlijk ook om. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze live complay. Onze kill death was 4.30, met 43 kills, 10 deaths. En ik hoop jullie ook weer te gaan zien natuurlijk bij de volgende video. We hadden ook nog eens een 13 kills streak, 3 headshots en 5 assists.